Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen. En ik begin met de tea leaves. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. Kijk wat resoneert. Tijd is vloeibaar. Ik ben benieuwd voor wie dit bedoeld is. Kijk hem ook nog eens terug. Oh ja, voordat ik het vergeet. Ik heb de playlists allemaal bijgewerkt. En ik heb ook een post gepost. Om jullie te laten weten dat er nu ook een playlist is voor de korte boodschappenleggingen en de duo's. En die voor de relax vibe, die had ik al gemaakt. Nou, en sinds gisteren heb ik ook het plan opgepakt om af en toe een short te doen. En daar krijg ik ontzettend veel positieve reacties op. Hartstikke leuk. Maar wat jullie ook weten is dat ik dingen intuïtief doe. Ik doe niks standaard en niet altijd. En gewoon op het moment dat ik voel dat het nodig is om iets uit te zenden. Wat is er voor de dagvibe? Wat is er voor de dagvibe? Kijk eens. Bird perched. Oeh, er is hier iemand die aan het wachten is op nieuws of een pakketje. Een brief. Het kan een hele simpele bestelling zijn van iets. Maar het kan ook iets heel spannends zijn wat je verwacht een antwoord van iemand. Misschien ben je met iemand wel aan het corresponderen. Dat zou heel goed kunnen. Een pakketje, nieuws. Oeh, deze moet ik hebben. Deze gaat terug. Er is een hele pittige emotie. Oeh, en dat kan zowel over liefde of haat gaan. Dit is een hele pittige kaart. Er is vuur, er is vlam, er is hitte. Ik wil er nog twee. Er is een hele heftige emotie. Iemand die enorme heftigheid doormaakt. En ik hoop zo dat het gaat over liefde en niet over haat. We gaan verder kijken. Kangaroo. Het is belangrijk dat je een plan gaat maken. Je zwabbert een beetje overal tussendoor. Je doet een beetje van dit, je doet een beetje van dat. Het is allemaal een beetje half. En dat is nooit verkeerd, hè? Niks is goed of fout. Maar er is hier iemand die daar toch zelf last van heeft, omdat het je eigenlijk vermoeit. Het lijkt wel alsof je aan allerlei dingen begint en het nooit afmaakt. 12 dingen tegelijk. Waarom ik 12 zeg, ik weet het niet. Alles wat er uit mijn mond komt, hoort bij de reading. Maar er liggen allerlei klusjes. Het kan ook zijn dat je meerdere boeken tegelijk aan het lezen bent. En ze liggen allemaal op pagina 6 te wachten totdat je doorleest. Cobweb. Je wordt beschermd. Je wordt beschermd door negatieve krachten van buitenaf. Dingen waar je geen controle over hebt. En dat heeft ook te maken met de les dat je graag overal je controle op wil hebben. Niet zozeer invloed, maar wel controle. Je wil graag weten hoe dingen gaan. En liever nog dat ze gaan op jouw manier. Maar je hebt er geen controle op. Je kunt er alleen maar naar kijken en afwachten. Kijken door een... Ja, kijk, hier zie je een spinnenweb. Ik noem het eigenlijk een beetje van, je hebt er geen controle op, dus het is niet helemaal zichtbaar voor je. Je staat aan de zijlaan, aan de zijlijn. Het is mistig, want je kan het niet zien, het is niet zichtbaar. En je zou zo graag willen dat je dat weg kon poetsen, zodat je mee kan kijken om te zien wat er gebeurt. Ik wil een afbeelding. Een tekening. Ik wil een tekening erbij van de oomkaarten. Kijken of we kunnen duiden of die pittige emotie gaat over liefde of haat. Haat vind ik zo'n naar woord. Oeh, dat zijn er veel te veel. Die gaan terug.
Welke tekening hoort bij deze dagvibe? Kan het ons wat meer vertellen? Alsjeblieft, welke moet eruit? Welke hoort hierbij? Deze moet eruit. Kijk nou eens. Er is hier iemand die voelt zich een beetje in de steek gelaten. Een soort afwijzingsgevoel. Twee mensen die ook allebei hun eigen weg gaan. En dit heeft wel te maken, ja, ik vind het heel erg naar, maar het heeft te maken met een afwijzing. Lieve tekens voor wie dit bedoeld is. Er is iemand hier die een heftige emotie meemaakt. En het heeft te maken met een afwijzing. En dat kan zijn doordat de ander jou niet mag. Maar het kan ook zijn dat het hier te maken heeft met liefde, waarin een afwijzing plaatsvindt. En dan kan je zeggen, dat kan ook te maken hebben met niet mogen. He, iemand die je niet mag. Ik weet niet waar het zit. Kijk wat resoneert. Er zijn in ieder geval hier twee mensen, waarvan de ene echt met zijn staart tussen zijn benen, haar benen of zijn benen, man of vrouw, weggaat. De rug toekeert. Wat doet me dat nou toch weer zeer? Waarom moet ik dat nou weer zo brengen in deze dagvibe? Maar het is niet anders. Het is ook heel erg belangrijk dat je plannen gaat maken. Want er is hier iemand die heel erg geconcentreerd is op een ander persoon. En dat heeft ook te maken met die controle die je zo graag wil hebben. Maar je hebt er geen controle over. Je hebt geen controle over die andere persoon. Die andere persoon heeft sowieso vrije wil. En die zal het anders, altijd anders doen dan dat jij hebt bedacht. Het vindt zich buiten jou om plaats. Zeg ik dat goed? Je wordt beschermd, want je komt er heel goed uit, maar je hebt geen invloed op wat iemand anders gaat doen of wil of voelt. Daar heb je gewoon echt geen controle over. En nu is het ook helemaal duidelijk dat er iemand hier is die wacht op nieuws. Dit heeft te maken met een gesprek. Twee mensen die elkaar iets moeten vertellen. Nou, ik heb eigenlijk het gevoel dat er maar één iemand is die hier iets wil vertellen. Aan de ander. En de ander heeft het maar te horen en te aanvaarden. Twee mensen die uit elkaar gaan met de rug naar elkaar toe. Deze persoon voelt zich afgewezen. Maar voel je niet afgewezen. Het is een boodschap die iemand jou vertelt en die ook weer zijn eigen pad gaat vervolgen. Het zegt niets over jou, liefteken, voor wie dit bedoeld is. En het andere teken dat de moed heeft om het ook te durven zeggen. Want dat vergeten we wel eens. We denken altijd aan degene die eigenlijk, tussen aanhalingstekens, de dupe is. De afgewezene. Maar degene die de kracht heeft om het ook mee te delen. Want je wilt in principe een ander niet kwetsen. Deze persoon gaat weer zijn eigen weg. Deze persoon gaat ook weer zijn eigen weg. Het ligt allemaal hier in de compleetheid van de kaarten. En je zult inderdaad je wonden likken. Dat kan niet anders, want je had het liever anders gehoord. Maar je hebt er geen invloed op. En dit is ook de boodschap waar je op zat te wachten. Althans, voor heel veel tekens. Voor andere tekens kan het zijn dat je een bestelling hebt gedaan en dat je een pakje aan de deur krijgt. Maar dit is wat ik hier zie. Pittige emotie. Ik heb het gevoel dat er iemand is hier die emotie niet laat zien. Dat doe je thuis. Dat doe je thuis. Het is belangrijk dat je echt je zinnen gaat verzetten. Dat je deze persoon probeert los te laten. En het kan zijn in vriendschap. Het kan zijn in liefde. Maar het is in ieder geval iets. Het kan zelfs zijn dat het niet eens gaat om het contact, maar om iets wat jullie samen zouden doen. Het kan zijn dat je wordt wordt uitgeloot voor iets waar je zo graag aan mee had willen doen. Ik wil nog één Colette-kaart erbij. Wat is de Colette-kaart? Tijd voor nieuwe plannen. Je weet nu waar je aan toe bent. Je kunt je blik gaan verruimen. Je kunt je horizon verbreden. Dat is hetzelfde.
Maar de horizon is nog net wat breder dan je blik. Kijk wat verder weg. Wat ook heel fijn is als je met één gedachte bezig bent, om eens naar de lucht te kijken, naar de bomen. Kijk eens omhoog. Dan gaan letterlijk je ogen wijder spreiden. En dan wordt de wereld weer wat ruimer. De kansen, de mogelijkheden, je ziet weer wat meer dan alleen maar die ene tunnelvisie. Kijk nou eens. Angst voor verlies. Dit heeft hier alles mee te maken. Je hebt je zo in een kramp gevoeld met willen vasthouden, de controle houden wat hier staat, dat het uiteindelijk ook nog waar wordt. En het kan zijn, ja, angst is een slechte raadgever, we weten het allemaal, maar je hebt zo gehoopt dat je iets of iemand niet zou kunnen verliezen. Het kan zijn dat die persoon hangt aan een activiteit, dat je ergens uit een pool valt of op een reservebank zat om mee te doen in een sport. Ik weet niet waarom ik dit nu zeg. Maar de angst dat je niet mocht meedoen of dat iemand jou niet wil, was zo groot dat het uiteindelijk ook waarheid is geworden. En misschien heeft het ook wel te maken met het feit dat je diep van binnen wist dat het ook niet de bedoeling was. Ik wil nog één kaart. Ik wil de wijsheid van het orakel erbij hebben. Ja, het voelt heel naar, maar het is niet naar. Want je gaat werkelijk. Je gaat vogeltjes weer horen zingen. Je gaat echt je blik weer verruimen. Dit is tijdelijk. Het komt en het gaat. Het is tijdelijk. De pijn is tijdelijk. Het duurt echt niet lang. En daarna dan denk je, oké, ik heb weer ruimte voor nieuwe dingen. Misschien ben je 53 of 35. Je eigen wijsheid. Je hebt je eigen wijsheid. Ik denk dat er hier iemand is die heel erg bang was om ergens niet aan mee te mogen doen of iets te verliezen. Iemand te verliezen. Maar uiteindelijk heb je het van binnen wel geweten. En je wordt beschermd. Je wordt beschermd. En tegelijkertijd heb je er geen invloed op. Maar die bescherming heeft te maken met het feit dat het alleen maar beter is dat dit nu gebeurt. Omdat het niet de bedoeling was. Tijd voor nieuwe plannen, lieve tekens. Het is echt tijd voor nieuwe plannen maken. Kijk dat kleine kangoeroetje. Kijk, hier zit hij. Leuk, hè? We gaan nog even kijken. Ik wil een engelenkaart erbij. Want die vind ik wel heel erg mooi hier. De weg is weer gewoon. Hoe zeg je dat? De weg is weer leeg. Je kunt weer nieuwe dingen bedenken. Ik word er helemaal vrolijk van. Het kan best zijn dat je er al een tijdje mee bezig was en dat het nu klaar is. Er zitten veel dieren trouwens in de legging. Uilen, kangoeroe, vogeltjes. Ga maar lekker naar de natuur. Het kan zo ongelooflijk een heldere blik geven. Je komt weer tot nieuwe inzichten. Heerlijk. Nieuwe maand. Deze moet eruit. Laat je niet afleiden. Kijk nou eens. Leg je focus maar op iets anders. Het is ongelooflijk. Het is tijd voor nieuwe plannen. Echt tijd voor nieuwe plannen. Laat je niet meer gevangen houden in je hoofd door iemand of iets waar je je zinnen op had gezet. En vraag je ook af of je het werkelijk wel had gewild. Was het eigenlijk wel zo aantrekkelijk? Of was het meer het gevoel van, ik wil gekozen worden. Ik wil gewild zijn. Ik wil dat iemand mij wil. Kijk bij jezelf wat het is. En je hebt niemand nodig, hè? Het is een prachtige kaart. Ik ga hem even voorlezen. Misschien ben je 44. Kijk, je wordt beschermd. Nou, het is ongelooflijk. Er liggen twee kaarten met bescherming. Bescherming tegen nare dingen. Bescherming tegen nare dingen.
Maar ook dat je het niet kan controleren. Vieren. Misschien ben je 44. Ik vind het fantastisch. Ik ga even kijken wat het boekje zegt. Ach, er komen weer zoveel dingen op je pad. Echt. 44. Je vergeet wat echt belangrijk is. Van binnen hoor je al een stemmetje dat je terecht wijst. Hoor nou toch. Je kunt missen wat er aan je neus voorbij gaat. Vanuit hun goedheid willen de helende engelen je er graag aan herinneren dat het niet om wereldse zaken gaat. Er zijn ergere dingen, liefteken. Er zijn ergere dingen. In onze turbulente wereld is het soms niet gemakkelijk om de dagelijkse verleidingen te weerstaan. Als je deze kaart hebt getrokken, dan is het een liefdevolle vermaning om de innerlijke wereld weer vaker in je leven uit te nodigen. Alles zit al in jou. Momenten van stilte en meditatie zijn vaak heilzamer dan een dagje winkelen met vrienden of vriendinnen. Lijkt het je niet beter om een paar uur per week alleen te gaan wandelen of te mediteren? Trouwens, er zijn mensen in je leven die het heel fijn zouden vinden als je hun een liefdevolle, onbaatzuchtige gedachte zou schenken, zonder dat je er iets voor terug verwacht. Dit heeft ook te maken met dat er hier een teken is dat zo gefocust is wat ik net al zei. Ik val weer in herhaling, waardoor je andere mensen bent vergeten. Deze dagvibe gaat heel duidelijk over weer je blik verruimen, door je horizon verbreden. Kijken wat er nog meer zit. Kijken wat brengt het, wat brengt het. Je gaat weer een pad op en je komt andere dingen tegen. En dat geldt ook voor degene waarmee je gesproken hebt. Of iemand die jou dat bericht heeft gestuurd waar je op zat te wachten. Via app, via mail, misschien wel via een handgeschreven brief. Het is een verdrietje van tijdelijke aard. Echt, het gaat echt over. En dan ben je weer loyaal aan jezelf en dan ga je de slingers weer ophangen. Diep van binnen wist je wel, het was niet haalbaar. Nou, lieve tekens, succes!